Kennisnet volgt de laatste technologische trends op de voet en kijkt wat ze betekenen voor het onderwijs, zodat het onderwijs daarmee zijn voordeel kan doen. Op dit moment zijn er 4 grote ICT-trends die een belangrijke rol spelen in het onderwijs van morgen. De eerste trend, Artificial Intelligence, geeft computers het vermogen om taken uit te voeren waarvoor mensen hun intelligentie inzetten. Zo kan Artificial Intelligence in het onderwijs leraren adviseren over de juiste leerroute van hun leerlingen. Internet of Things is de tweede trend en staat voor alledaagse gebruiksvoorwerpen of apparaten die als computers verbonden zijn met het internet. In het onderwijs kun je dan denken aan klimaatbeheersing op school of geautomatiseerd inloggen. Als derde trend zullen interfaces zoals VR, AR en spraakherkenning bediening met muis en toetsenbord aanvullen en soms zelfs vervangen. Voor het juiste gebruik van deze technologieën in het onderwijs is vertrouwen onmisbaar. Dit is de vierde en laatste trend. Dit vertrouwen ontstaat als de databeveiliging, privacy en betrouwbaarheid van algoritmen op orde zijn. Deze trends en toepassingen kunnen alleen samenwerken door een robuuste ICT-infrastructuur. De verbindende factor die alles draaiende houdt. Samen bieden de technologische trends kansen om het onderwijs van vandaag en van morgen te verbeteren. Dat vraagt nogal wat van het onderwijs. Bewust zijn van de trends, ze kritisch volgen en erop anticiperen. Kennisnet ondersteunt hierin. Meer weten? Kijk op kn.nu/techtrends.